Welkom. Bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 85. 85. Volgens mij zou je iets vergeten op te ruimen. Oké. Okay. René. Ik zal het uitproberen. Om welke vinger hou ik de duim? Ik gok om de middelvinger van de andere hand. Om allemaal, behalve de middelvinger. We hebben weer allemaal verschillende soorten en maten duimen binnengekregen. De vraag is, wat moet je ermee? Weet ik ook niet. Weet ik ook niet, we hebben ze al. Ja, want je hebt eigenlijk de bekendste firma op dit gebied. Kwalitatief ook de beste duimen. Is de firma Vermet uit Argentinië. En hier hebben we eigenlijk een nagenoeg alle soorten van hun staan. We zullen ze even langs gaan, zodat je een beetje een idee hebt hoe en wat. Dit is normaal een little fingertip, als je op zoekt op de website. Mm-hmm. Nou, een little finger is een kleine vinger of een pink. Dus dat betekent dat hij bij mij over mijn pink zou passen. Dat is het idee van de little fingertip. Je hebt ook een fingertip. Nou, de naam zegt het al. Niet little fingertip, maar fingertip. Dus die past over een vinger. Dus als je die op een vinger zet, in principe past dat daar heel mooi over. Dus je bent niet beperkt tot duimen. Dan hebben we de duimspits Junior voor kleine duimen. Nou, past mij niet. Kleine duimen. Dus deze is ook eigenlijk voor vrouwen trouwens, of niet? Die vrouwen vaak ook smallere vingers. Kinderen is het weer net te groot voor. Daar zou ik vaak toch dit aanraden met een heel klein doekje. Mm. Bijvoorbeeld als je zo'n doekje wil doen. Je hebt de medium temp tip. Dus die zit tussen de junior en de normale duimspits. Dit is de normale duimspits. De classic noemen ze het ook wel. De standaard. Die heb je in hard en in zacht. Nou, hard wil zeggen hard. Zacht wil zeggen zachter. Niet vinyl, geen rubber, maar wel zachter. Dan heb je diezelfde duimspits in het lang. Dus zeg maar deze, maar dan de classic, maar dan een stukje langer. Dus voor grotere voorwerpen, meer zout, zand, doek, noem maar op. Dit is de harde variant. Diezelfde hebben we ook in zachte variant. En dan hebben we de versie voor mensen met grote duimen, die is mij te groot. Of die worden ook wel vaker gebruikt, misschien even mag zeggen, bij beeldswitchers. Ja, als je, inderdaad, daar worden mensen vinden ze vaak mensen prettig voor, omdat daar gewoon ruimte in is, inderdaad. Dus dat zijn de Vernet duimspitsen. Als je alle duimspitsen wil bekijken, in de categorie accessoires duimspitsen heb je alle soorten. We hebben nog meer merken, nog meer soorten erin staan. Maar dit zijn de, eigenlijk vinden wij de beste, maar ook tevens de meest verkochte. Je ontvangt er verder geen gebruiksaanwijzing of zo bij. Wel hebben we, als je het interessant vindt, boekjes. 101 trucs met een duimspits. We hebben dvd's over duimspitsen. Allemaal te vinden op de website. We hebben een duimspitspakket. Krijg je duimspitsen, diverse met doekjes, boekje, dvd, alles erbij. Als je daarmee wil starten, super. Dan heb je gewoon over de 100 trucs. En alles wat je nodig hebt daarvoor in één pakket. Nou, we hebben ook een download van het boekje eventueel. Dus. Ja, het boekje ook is download heel goed. Het is nog goedkoper, €4,95. Voor hetzelfde boekje. Ja, de duimspitsen. Een hele rij vol. Mooi. Zal ik wel laten zien? Ja, dat mag. Oké. Wat heb ik hier? Een kistje. Ja, een heel mooi kistje. En het kistje komt uit Polynesië. Hoe? Polynesië? Polynesië. Ja, Polynesië. Daar hebben ze geloofd ook in de krachten van magische draken. Ik ben niet overtuigd, maar ik heb dit een paar keer gezien nu en ik begin wel langzaam te geloven dat inderdaad die draken daar magische krachten bezitten. Ik kan je daar wel een soort voorbeeld van geven. Kijk, dit doosje, of kastje dat je noemt, een zwaar doosje, tel maar eens op. Het is echt wel dat je zegt, geen plastic, voor de duidelijkheid. Het is echt handwerk, vakmensen die dat gemaakt hebben. Kan open aan deze kant, ook aan de andere kant. Kan het gerust aan alle kanten laten zien. Er zit een lintje doorheen, ik zal even zien. Ik ga het trekken weer. Zo. Het helemaal door het kastje heen, zie je? Mm-hmm. Eerlijk, hè? Echte schaar, je weet helemaal nooit. Knip het even door. Let op, die schaar is vooraan niet heel scherp. Dus knip even zo ver naar achter dat hij echt doorgaat. Dan moet je het twee keer doen. Gewoon midden doorknippen. Hoppa! Hey, is die. Die is doorgeknipt, hè? Dat is wel, hè? Dan zie je onderin. Zie je een magische draak.
Zou je met je vinger die uiteindjes van het lintje even tegen de maakzaak aan willen drukken en los willen laten? Dat is 1. Dat is 2. Dat is alles wat nodig is. Dan denk je, waar heeft hij het over? Kijk, want als je kastje nu sluit, je sluit achterkant. Je sluit de voorkant. Gaat het knijpje er ook maar af, als je wil. Kijk. Jij mag, als je wil, het lintje helemaal uittrekken. Gewoon rustig uittrekken. Zodat het lintje hier eruit gaat. En dan zie je dat lintje weer heel is. Je mag zelf het kastje weer openmaken. Deurtjes kunnen gewoon een voorkant en de achterkant kunnen afhalen. Dus het is magnetisch. Mooi. Gaaf, hè? Je hebt ook nog niet de werking daarvan gezien. Want het is volledig ook nieuw. Je weet wat het is, maar niet hoe het precies werkt. Ik vind dit, het is een verzamelding. Is die draak ook slechtziend? Omdat we dan nou... Nee, ik heb dit lint erbij gepakt. Waarom? Het is een verzamelobject. En je krijgt, als je dit koopt, een hele rol goudkleurig lint erbij. Omdat ik het zonde vond om deze rol aan te breken daarvoor. Omdat die ontzettend bij hoort. Even lint van hier onze eigen collectie gepakt. Gebruikt. Je kunt dus elk lint gebruiken. Er zit dus heel veel lint bij, alles wat je nodig hebt. Een duidelijke gebruiksaanwijzing. En wat wil nou eigenlijk het grappige? Nou ja, ik vond dat wel grappig. Hoe ga ik dat uitleggen? In de gebruiksaanwijzing was ik aan het lezen en daar stond in. Ik leg het even zo erin, dat we het onderdeel niet kwijt worden. Daar stond in. Met dank aan Rob Rand hier in Nederland voor het idee. En ook naar een idee van Rebru, Renzo Bruintjes, uit Nederland. En plots ging bij mij een bel rinkelen. Rebru leeft niet meer, maar die ken ik heel goed. Hij heeft heel veel mooie dingen gemaakt en bedacht ook. En toen dacht ik in een keer, wacht eens even. Want een paar jaar geleden hebben we heel veel spullen overgenomen van Barry Malin. Die helaas ook niet meer onder ons is. En daar zaten dingen tussen die wij ook niet konden verklaren. Dingen waarvan wij dachten, wat is dit? Mm-hmm. En daar zat ook zoiets tussen. Het zag er niet zo uit, maar exact het geheim principe. Alles wat erbij zat, zat erbij. Maar er zat geen lint bij, geen gebruiksaanwijzing. Dus we dachten, wat is dit voor iets? Ik heb geen idee. En toen ik de naam in die gebruiksaanwijzing dacht, dacht ik, wacht eens even. Dat is die truc. Ik heb hem niet opgezocht, hij moet nog ergens in de dozen zitten zelf, dus hij moet nog ergens zijn. Maar goed, dit is de versie van Magic Wagon uit Thailand. Ja, het is echt heel mooi gemaakt, compleet heel mooi afgewerkt. Ja, ik bedoel, ik ga zelf ook eentje voor mijn collectie nemen. Magic Wagon produceert een oplage van 72 stuks. Dat wil zeggen, ze maken van een item 72 stuks, daarna nooit meer. Dat is in principe hun afspraak, hun plan. Deze kost €285, niet goedkoop. Maar je hebt iets unieks, dat is het. Heel mooi. De Dragon's Chamber. Oké. Doekje. Een ring. Heb je een ring voor mij? Oh ja. Ik heb zelf nog geen ringen. Wil ik jou vragen, René, om die ring... Goed, doe het doekje vasthouden. Yes. Heel goed. Ik had nog iets meegenomen. Ik weet niet of je dit kent. Wacht, leg hem even op de mat, dat iedereen in de gaten kan houden op de camera. Let op, we gaan die ring onzichtbaar nemen zo. Ik heb hem hier nog hoor. Zet je nog? Ja, dat was wel een goed idee. Oh. Nou, ik knip even mijn vingers en als het goed is, verdwijnt de ring. Verdwijnen? Echt niet? Oh ja. En als het goed is, is ik heb niks over vliegen ook. Ja. Ik heb hier namelijk een portemonneetje. Ja. En in dit portemonneetje, als het goed is, zit hierin. Oh. Nog een portemonneetje. In dit portemonneetje zit, als het goed is, nog een portemonneetje. En in dit portemonneetje zit, als het goed is. Als het goed is. Een doekje. Mm-hmm. Als we dat doekje openmaken, René, zit als het goed is in dat doekje. Kunnen zien, ja. Een ring. En laat dat nou exact mijn ring zijn. Ja, absoluut.
die ring zijn die ik gevonden had. Ja, dat is hem. The Nest of Wallets. Ja. Nesting Wallets. Ik weet niet hoe je het noemt. Dit is ja, onze eigen versie, laat ik het zo zeggen. En, vijf, ja, zeg maar. Er bestaat ook een versie van Nick Einhorn, maar ik vind deze eerlijk gezegd het mooist. Ja, we verkopen deze al jaren, al voordat Nick Einhorn op de markt kwam. Mm-hmm. Overigens is het idee komt uit België. Ja. Dus het is niet een idee van Nick Einhorn. Nick Einhorn heeft het volgens mij gewoon opnieuw op de markt gebracht. Ja, dit is gewoon een hele mooie set, compleet met doekje voor €45. En ook voor het idee, als ik me niet vergis, de versie van Nick Einhorn kost 85. Ja, als het goed is gedaan. Heb je er twee voor? Bijna. Ja, 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 daarom. Ja, daarom. Ja, compleet met instructies. Dus ja, de Nesting Wallets. Ja. ja. Die kregen we ook weer binnen van de week. Zoutwaardje, toverzout is het eigenlijk. Het grappige is, let op, je hebt je linkerhand, heb je. Dan doe je dit. Doe je al het zout zo, schud je helemaal zo in je vuist. Let op. Weg. Ik vind het echt zo'n truc. Ja, het is compleet weg. Geen dingetjes. Oh. Het zout is helemaal verdwenen. Geen idee waar het zout kan is. Het zit echt vast. Dit is de Atterol Arterial Salt Shader. Heb je die rode doek nog hier thuis? Ja, die heb ik nog. Ik heb dus een klein beetje zout zit er nog in. Een potje. Kijk, ik wil even laten zien dat ik niks verwisselen. Leg ik hier zo overheen, zeg maar. En als het grappige, komt het zout vanzelf weer terug. Dus als je wat geen geld hebt, is dit ideaal. Als je het zout wat je eenmaal hebt, hij vult zichzelf telkens weer opnieuw. Met zout, als je terugpakt, zit hij weer namelijk vol met zout. Zie. Nou, het mooie van deze is, alles zit ingebouwd. Je kan als je wil, want er zit een speciaal ringetje bij, kun je de top van het zoutvaatje vullen met echt zout. Dat betekent dat als je toverzout wil strooien, of wil aantonen dat het echt zout is, kun je echt nog zout strooien daarmee, mm-hmm. beperkt. En daarna kun je de truc doen. Ja, het is een slim mechanisme. Ik zou het graag willen laten zien, maar ik weet niet of dat nou slim is. Ja, in ieder geval geen... Het is een lockingmechanisme, dus je kunt hem leeg laten zien, vol laten zien. Ja, je hebt geen duimspits nodig, ja. Om dat te laten zien, dat was gewoon een grapje. Daar zou ik wel mee kunnen namelijk, dan zou je met een echt zoutvaartje kunnen doen. De Atwell Salt Shaker kost €27,50, inclusief Nederlandse gebruiksaanwijzing. Ook van de firma Vernet uit Argentinië. Mooi. Alright. Ja, nog iets moois? Jazeker. Jazeker. Plaatje. Ik zal hem even uithalen, dat is wat mooier. Zwarte kaart. Ja. En dit is een, zullen we het even noemen, een stoplicht. Dat lijkt wel op. Let op. Als jij voor het stoplicht staat, welke kleur zie je dan het liefst? groen, dat ik in ieder geval kan doorrijden. Oké, groen. Ja. Zou je op die kleur willen concentreren? Gelukt. Let op. Nee, dat is nog niet gelukt. Dat het twee keer doen, hè. Zou je handen weg willen halen? Zou je hem zo om willen draaien? Ja, fantastisch. Ja. Verkochten we jaren geleden al, maar een aantal jaren niet gehad. En nu zijn ze weer terug op voorraad voor een superprijs van €4,95. Ja, geweldige truc. Kunststof. Mm-hmm. Het is geen papier. Mooi gemaakt. Super makkelijk, iedereen kan doen. Toch? Ik bedoel, hier is echt nul vingervlugheid voor vereist. Inclusief gebruiksaanwijzing, kaart, alles wat je nodig hebt voor de prijs van €4,95. Stoplight cards. Ja, ik heb er niet meer over vertellen. Ik vind, kunnen we wel, maar. Dus wij zichzelf. Dan hebben wij een voetstuk, laten we het even noemen. Zo. Je krijgt een glaasje, mag ik even checken? Nog een glaasje. Yeah. Mag je een kleine glaasje erop zetten? Zo. Een grote glas eroverheen. Ja. Heel goed. Ja, dus nu kan, als ik nu iets in het stel ik pak een munt en ik wil die in het kleine glas gooien, zou ik dit moeten doen. Toch? Ben je daarmee eens? Hè? Ik kan er niet doorheen. Of heel hard gooien, maar dan zou het glas kapot gaan ook. Precies.
Even kijken, we pakken dit even bij, zoals we handen kunnen mensen de munten goed zien. Dat is niet denk ik dat ik vals speel. Zo, kijk. Het idee is het volgende. Stel voor, ik pak een munt, zeg maar. Die munt pak ik in mijn hand. Eerlijk. Ik gooi hem in de lucht, let op. En dan gaat hij. In het glas. Dat betekent ook echt. In het glas. Let op. 1 munt. Maar we hebben nog 3 munten te gaan. We pakken de volgende munt. De volgende munt gaat in mijn hand. Die slaan we in het glas. Let op. 1, 2, 3. En de munt zit in het glas. Je hebt misschien een twijfel, maar we hebben echt 2 munten in het glas. 2 munten in het glas. Gaat terug. We pakken de derde munt. De derde munt gaat in mijn hand. Let op. Visueel. 1. En hij gaat door het glas. Laatste munt. We hebben al 3 munten, dus dat is de laatste van allemaal. Die gaat helemaal de ruimte door. Let op, ik gooi hem tegen die muur aan. Zo. Ting, 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 ting. Komt die. En ook in het glas. En dat betekent dat wij 4 munten in het glaasje hebben. Dit is de Coinflight Deluxe. Met... glas. Zit dit glas ook bij? Ja, helemaal compleet met alles wat je nodig hebt. Inclusief afstandsbediening. Zonder munten. Je hoeft dit niet te gebruiken. Ik gebruik nu de standaard om het verdwijnen van de munten makkelijk te maken. Dus de Coin Vanishing Stand trouwens. €12,50 is ook op de website. Hoort er niet bij, kun je er wel bij gebruiken. Deze kost €549. Dit is volledig op afstandsbediening en dit is de modernste elektronica die je kunt voorstellen. Geen simpel werk. Dit is echt compleet opgebouwd voor deze truc. De elektronica die erin zitten, de printplaten, de programma's. Het is compleet gemaakt voor deze truc. Geen Chinese rommel. Gemaakt in Duitsland. Degelijke kwaliteit door vakmensen op het gebied van hout, vakmensen op het gebied van elektronica. Ik zou het graag willen laten zien, want de mensen die het hebben laten zien, ook in Blackwood bijvoorbeeld, de technieken zeiden allemaal, wauw, wat is dit? Maar dat gaan we niet doen. Dat vind ik zonde. Dan gaan we iedereen uitleggen hoe het werkt. Dus dit is de Coinflight Deluxe. Ja, prachtig ding. Heel mooi gemaakt. Uiteraard inclusief garantie. Voor het idee, hij is USB oplaadbaar. Ik had hem over Blackbook gesproken opgeladen. Ik heb hem een hele dag heeft hij stand-by gestaan. Met continu vertoningen. En de volgende dag heb ik hem voor de zekerheid opnieuw opgeladen. Maar hij was nog niet eens leeg. Dus ik heb hem wel opgeladen, maar ik had er gewoon door kunnen gaan. Dus hij kan echt... heel lang mee met 1 keer opladen. Dus in principe is het niet dat je voor elke voorstelling alles opnieuw moet opladen. Dat is de Coinflight. Die zet ik nu even buiten beeld even ook uit. Dan vergeet ik dat later niet. Dat scheelt dan weer. Oké. Spelletje kaart, hè? Yes. Ik heb het nog niet open, ik heb net plastic eraf gehaald. Ga je doen. Doe dat boven de mat, dat we goed kunnen zien. Ja, Cardistry deck. Mooi voor waaiers. Dus je hebt diverse kleuren. Simpel. Maar wel mooi. Een beetje rozig, hè, zeg maar. Nee, dat is ook wel gaaf. Is wel strak, een beetje blauwzig. Ja, nee, maar dat is niet echt rood, vind ik. Ja, dat klopt. Dit is niet de rook, dit is wel zwart, maar dit is meer strak design. Mooi. Strak design. Ja. Joker is ook mooi. En wat staat achteraan? Een dubbel backers hebben. Nee, gewoon klaar voor een ander spel. Oké. Okay. En een extra schop aas. Dat is toch gewoon verandering. Wat hebben we hier? Op de kant. Oh, andere kleur. Oké. Okay. Okay. Oh, nog meer schop azen. En deze achter aas. Ja, we gaan voor Westen niks zeggen. Oké, Cardistry deck. Ik ben niet van de Cardistry, dus ik kan geen hele fancy dingen meer laten zien. Met tafeltjes en weet ik wat voor gave dingetjes allemaal. Ik niet, maar dat is wat kan. Ik kan het niet. Ja, dat lukt mij niet eens, dus dat kan ik niet verkeer. Cardistry deck kost €16,50. Ja, mooi. Voor de liefhebber. Dan... een aantal grote kaarten, dit zijn de achterkanten. Het zijn er totaal 1, 2, 3 en 4. Ik leg ze even hier neer.
Nou, stel voor dat dit de vier vrouwen zijn uit het kaartspel. Mm-hmm. Heb je rode vrouwen en zwarte vrouwen. Stel voor, ik heb een set onzichtbare vrouwen uit het kaartspel. Dit zijn zwarte vrouwen en rode vrouwen. Welke wil jij het liefst hebben? De rode of de zwarte? De rode. De rode. Je krijgt van mij de rode vrouwen. Oké. De zwarte vrouwen gaan weg. Die gooien we gewoon weg. Zijn er niet meer. Kunnen we niet meer kiezen. Dus je hebt nu alleen nog rode vrouwen. Ja. Pak je even terug. Ik heb hier de harte vrouw en de ruiten vrouw. Eén van die gaan we nog weggooien, maar de andere... Die mag jij kiezen, wordt ook jouw uiteindelijke keuze. Welke ga je kiezen? Ruiten of harten? Ruitenvrouw. Ruitenvrouw. Jij krijgt van mij de ruitenvrouw. Dat is ruiten, dus hart. Sorry, ruitenvrouw. Ja. Dus de harten gaat ook weg. Je hebt gekozen dat de schoppen wegging, dat de klaver wegging en dat de harten wegging. Ja. Dus dat betekent dat hier, als ik hier een voorspelling zou moeten maken, dat iets te maken zou moeten hebben met de ruitenvrouw. Ja. Let op. Is dat zo was? Dat kun je duidelijk zien, let op. Maak de waaier open. Want, nou, knip de vingers, zit er namelijk één kaart omgekeerd. En dat is de ruitenvrouw, zie je? Ja, klaar. En het grappige is, die ruitenvrouw ligt weer omgedraaid. Dan zeg je misschien, ja, dit heeft hij snel gedaan. Maar dat is ook nog tevens de enige kaart met een rode rug. Terwijl de rest allemaal blauw is. Maar stel nou voor dat je de klaver, schop of hart had gekozen. Die waren er niet eens geweest. Dit is B-Wave. Hier, even naar terug. Ja, dank je. B-Wave. Pak hem even bij. Jumbo B-Wave van Max Maven, Phil Goldstein. Hele oude truc. Maar ze zijn nu eigenlijk net weer beschikbaar gekomen. Ja, leuke truc. Makkelijke truc. Makkelijk te doen. Ongeacht wat mensen kiezen. Het verhaal kun je altijd makkelijk, zeg maar, naar je hand zetten, laat ik het zo zeggen. Dan kan ik met een andere uitkomst gedaan worden, dus niet altijd dezelfde kaart. Dit is de versie zoals we die verkopen. Jumbo B-Wave. Die is nu nieuw uitgebracht, laat ik het zo zeggen. Ik doe meteen verpakking met deze achterkant. We hebben ze ook in onze eigen uitvoering nog beperkt. Op is op. Dan krijg je ze met een bicycle achterkant. Dus de prijs is goedkoper. De nieuwe versie kost €32,50. Onze versie €25. Maar die is op, deze. Dus... naar keuze kun je zelf kiezen welke versie dat je wilt bestellen. Hij bestond er ook in close-up versie, kleine kaarten, maar die hebben we niet meer op voorraad en die kunnen we ook momenteel even niet bestellen. Dus wie weet dat dan nog terugkomt, maar dit is dit. Vind je dit concept interessant, denk ik aan? Kijk dan ook even bij Twisted Sisters. Want Twisted Sisters is eigenlijk de dubbele versie van dit. En dan hoef je eigenlijk geen keuzes meer... ja, echt keuze met te laten maken. Er valt er niks meer af, maar alles wat gekozen wordt is goed. Dus Twisted Sisters is ook een idee. Had ook kunnen laten zien nu, maar het schiet me nu te binnen. Volgens mij zijn we er doorheen, Leon. Niet? We hebben nog nieuws. Nee, 5 mei hebben we op zaterdag een lezing van Woody Aragon. Voor de rest zijn er niet echt bijzonderheden, wel? Nee. Dus zijn we er doorheen. Op naar update 86, zou ik zeggen. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei.